Ik ben Kevin Schippers, voormalig Belgisch kampioen stuntsteppen en ik ga jullie in deze video 5 makkelijke stuntstep tricks leren. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en zet het belletje aan als jij ook beter wilt leren stuntsteppen. En dan zie ik jou na de intro. Dus, allereerste, wat heb je allemaal nodig om deze tricks te leren? Eerste ding, simpel, een stuntstep. Check, dat is nummer 1. Ten tweede, je hebt natuurlijk een ondergrond nodig waar jij deze tricks op kan leren. Dit kan bijvoorbeeld een terras zijn van je ouders. Dit kan bijvoorbeeld een straat zijn. Dit kan een skatepark ondergrond zijn. Het moet gewoon een vlakke ondergrond zijn. Er mogen niet te veel steentjes liggen, want ja, dan ga je natuurlijk vallen. En het allerlaatste puntje wat we nodig hebben is natuurlijk een stuntstepper. In deze video ben ik dat, maar normaal gezien ben jij dat die deze video aan het kijken is. Oké, we gaan vandaag 5 tricks leren. De eerste trick die we gaan leren is een leg sweep. De tweede trick die we gaan leren is een 3-star. De derde trick die we gaan leren is een one-hander. De vierde trick die we gaan leren is een can plant. En de vijfde trick die we gaan leren is een halfbar. En ja, dat klopt, deze tricks klinken allemaal raar of moeilijk. 3-star, leg sweep. Maar geloof me, dit valt echt heel goed mee. En jij kan dit gemakkelijk op 10 minuutjes leren. Oké, trick nummer 1 is de leg sweep. Dit is een trick die Renzo Mango heel vaak doet op het skatepark. Dus dan springt die doet hier nog een barspin, weet ik veel wat bij. Maar die trick gaan wij dus leren op de grond. Wel natuurlijk zonder te springen, maar de leg sweep ziet er zo uit. Oké, dus wat je gaat doen zonder te rijden, ik ga kijken of het lukt zo om het uit te beelden, is je gaat 1 hand los doen, de andere voet gaat er overheen, die pak je terug vast, deze los en je gaat door. Dus eventjes kijken van welke kant jij het fijnste vindt en probeer beide een keer uit. Goed, dus ik ga hem rijden nog een keer doen. We gaan rijdend, 1 hand los, been eroverheen, andere hand vast en door. Zie je? Heel simpel. Ga ik hem een keer vanaf de andere kant laten zien. Oké, goed opletten. Hup, rijdend, hand los, hand vast en door. Eigenlijk is het vrij simpel en ik denk ook zeker weten dat jullie deze gaan kunnen. Oké, trick nummer 2 is de 3-star. De 3-star ziet er als volgt uit. De 3-star is een trick die bijna niemand doet of bijna niemand kent. Dus als je bijvoorbeeld een game of scoot aan het doen bent met je vrienden, doe deze trick dan zeker weten, want ik weet 100% zeker dat bijna niemand deze doet. Eigenlijk is het hiervoor belangrijk dat je een one-hander kan en een no-footer. Daarna ga je deze gewoon simpelweg combineren. Dus als je gewoon al een no-footer kunt en een one-hander, dan kun je deze trick eigenlijk wel. Kun je nu nog geen one-hander? Wacht heel eventjes, kijk de video verder, want die gaan we nog behandelen later in deze video. Hoe gaan we hem nu doen? Dus, je gaat eigenlijk eerst proberen eventjes een no-footer te doen. Simpelweg, hup, springen, open, dicht. Gewoon, klein sprongetje, niet te moeilijk maken. Dan gaan we een one-hander doen. Springen, open, dicht. Die ga ik zo meteen uitleggen hoe die moet. Dan gaan we deze combineren en krijg je een 3-star. En dat is dit. Hoppa, easy. Dus combineer een one-hander en een no-footer en jij krijgt de perfecte 3-star. Oké, dan gaan we meteen door naar de one-hander. Klinkt wel zo logisch. En dat is trick nummer 3. Dit is een one-hander. Oké, bij het leren van een one-hander is het heel belangrijk dat je echt zorgt dat je klein begint. Dus ga niet meteen heel die hand zo doen of ga niet meteen helemaal wijd doen. Probeer simpelweg gewoon te beginnen met een klein handje los te doen. Doe hem gewoon open dicht, desnoods heb je hem nog een beetje vast. Open dicht, open dicht, open dicht. En dan ga je steeds meer uitbreiden naar springen, meer open doen. Springen, hoger. En dan op een duur kun je gewoon de hand zo doen. En dan kun je eventjes het hebben als je wilt. Maar hoe je dit probeert, gewoon rustig op te bouwen. Kleine sprongetjes te maken en steeds hoger te doen. Ik ga hem nog een keertje voordoen. Beide kanten. Dus dit is een one-hander. Hup, andere hand ook. Hoppa. Je kan deze ook weer beide kanten oefenen, net welke jij het fijnste vindt. Dan gaan we door naar trick nummer 4. En dat is de can plant. Dit is de can plant. De can plant komt van de can-can af. Het beste is dus om te beginnen met een can-can. En als je nog niet weet wat dat is, dus als je voeten die kant bijvoorbeeld opstaan, dan ga je de voorste voet naar voren brengen. Goed, dus niet deze, niet zo, niet zo, maar de voorste voet ga je naar voren brengen. Andere kant doe je precies hetzelfde, de voorste voet breng je naar voren. Goed, dus als je dat eventjes in de praktijk brengt, dan kun je het eerst oefenen zonder te springen. Doe je gewoon zo, up, zo, up. Als je er dan bij springt, dan krijg je dit. Dit is dus een can-can. Dan gaan we door naar de echte trick die we vandaag oefenen. En dat is de can plant. Dus wat we gaan proberen is, we gaan springen. Hup.
We gaan onze voet neerzetten, we tillen onze step op en we gaan er terug op. Goed, zo simpel is het eigenlijk. We gaan gewoon simpelweg rijden. We doen een can plant en we springen er weer op. Vrij simpel, maak het niet te moeilijk. Kijk de video vaker opnieuw om deze tricks te blijven oefenen en om er beter in te worden. Oké, dan gaan we door naar de laatste trick van vandaag en dat is trick nummer 5 en dat is de half bar. Dit is een half bar. Een half bar is echt serieus de ideale methode om een normale barspin te gaan leren en om ervoor te zorgen dat je iets meer controle krijgt tijdens het doen van een barspin. Dit is een hele barspin. Daarin staat een... Oké, de buurman gaat hier in één keer fucking gras maaien. Oké, wil je nu een hele barspin leren? Dan klik eventjes onderaan deze video voor een barspin tutorial die ik gemaakt heb. Super makkelijk, super simpel en snel te leren. De laatste trick is een half bar. Het enige wat je doet is eigenlijk simpelweg je bar een half stukje draaien. Kijk, dus je doet deze hand los, je geeft hem door, pakt hem hier en je pakt die over. Hup, je geeft hem door, pakt die en pakt hem over. Als je dat dan in de praktijk wilt doen, dus de eerste oefening die we dan gaan doen is simpelweg heel rustig rijden en gewoon met de stuur bewegen. Hup, zo. Doen. Zie je? Dan ga je al een beetje die beweging oefenen. Als dat dan heel goed gaat, dan kun jij natuurlijk een half bar gaan oefenen. En dan krijg je dit. Hoppa, easy. Wil jij nu je vrienden voorbij steken in de tricks die zij kunnen? En wil jij de beste worden van België en Nederland? En wil jij deze tricks dus gaan oefenen, verfijnen, andere tricks leren en van experts advies krijgen zoals mij? Kom dan naar een van onze stuntsteplessen. We hebben stuntsteplessen op zondagochtend in Lommel, België natuurlijk. En daarnaast hebben we op woensdagmiddag ook stuntsteplessen in Kasterlee. Het is nu super goed weer. Wil jij nu bij deze lessen zijn? Ga dan eventjes naar de eerste link in bio. Daarin vind je alle informatie over deze stuntsteplessen. En daarnaast, als jij bij een van onze kampen, andere activiteiten, uitstappen, weet ik veel wat wil zijn, dan moet je ook eventjes de website checken. En daarop vind je alle informatie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk? Laat even weten wat voor tricks jij nog wilt leren of wat je droomtrick is uiteindelijk. En dan reageer ik daar natuurlijk eventjes op. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Zet het belletje aan als ook jij beter wilt leren stuntsteppen. En dan check ik jou volgende week zondag om 5 uur bij een gloednieuwe video. Laters!